Sociale veiligheid is niet alleen iets wat ligt bij de onderwijsinstellingen. Ook wij kunnen hier bijdragen aan een fijn klimaat op scholen. Door te zorgen dat klassen niet al te vol zijn, waardoor moeilijke gesprekken gevoerd kunnen worden in de klas. Maar ook door met respect over leerkrachten te praten, door hen vertrouwen te geven. En dat verdienen ze ook, want wij weten allemaal dat dankzij onze leerkrachten de kwaliteit van het Nederlands onderwijs goed is. En voorzitter, ondanks dat enorme lerarentekort, de grote werkdruk, staan onze leraren dag en nacht klaar voor de leerlingen. En ik zou daarom ook graag zien dat wij ophouden met leerkrachten neer te zetten als mensen die stelselmatig hun leerlingen indoctrineren. We hadden het daar net even over. Maar ik wil nogmaals sterk de suggestie verwerpen dat dit stelselmatig gebeurt. Ik vind het ook vervelend dat de partij die een meldpunt opricht nooit is in onderwijsdebatten, waardoor we ook met hen het gesprek kunnen voeren. En ik wil nog als laatste meegeven dat leerkrachten niet voor de klas staan en geen docent worden om verkiezingsprogramma's te propageren. Ze staan niet voor de klas om zieltjes te winnen voor een politieke partij, maar ze staan er om kennis over te brengen aan de leerlingen. Ze leren leerlingen kritische vaardigheden aan, zoals analyseren, verbanden leggen en kritisch denken. En laten we dus echt stoppen met het verdacht maken van leraren. Laten we zorgen dat in het klaslokaal ruimte is om te praten over gevoelige onderwerpen. Laten we leerlingen leren dat er verschillen mogen zijn en dat we die met woorden, dat we de discussie kunnen voeren zonder over te gaan in scheldpartijen. Ik vind echt dat we leerlingen niet moeten oproepen om daar stiekem filmpjes van te maken, maar met elkaar in de klas die discussie te voeren. Dank u wel, voorzitter.